echt een kans, niet serieus. Nee, je moet nu niet lachen. Nee, je moet. Ga weer knippen hoor. Blij, waarom ben je niet professioneel? Ja, gast, niet omdat het grappig is. Luister, dit is een vlog. Ik weet. Dit is een vlog die, waar Enzo Knol jaloers op kan worden. Enzo, als je jaloers bent, laat het me even weten. Ik zou het wel leuk vinden. Ik ben namelijk wel jaloers op jou. In echt? Positieve zin. Ja, ik vind het wel cool wat hij doet. Meen je? Ja, ik vind zijn films niet zo. Nee. Ik denk dat ik niet. Nee, maar met alle respect. Maar ik vind de onderwerpen vaak wel pakkend. Je, wat? Het smeren van een broodje? Bijvoorbeeld, ja. Ik heb respect voor hem dat hij iets doet wat hij leuk vindt en dat hij daar fucking veel geld mee verdient. En voor alle haters, weet je, doet hem maar na, zou ik zeggen. Kijk, ik vind zijn filmpjes niet superleuk, maar ik heb zoveel respect voor die gozer en ik gun hem van harte. Ik hoop dat hij morgen 80 miljoen verdient met al zijn filmpjes. Ik gun iedereen dat hij geld verdient, ja. Maar ik heb geen respect voor de bullshit die hij op internet zet. Zonde van mijn tijd. Nee, maar je hoeft het niet aan te klikken. Dat is hetzelfde als dat je zegt, ja, wat een stomme film, hé, vanavond op Veronica. Maar, er zijn nog 180 andere zenders, ga je niet kijken. Hij is een voorbeeld voor 100.000 andere kinderen die wel naar die onzin kijken. Leeghoofdig, vult niks aan, leert niks, complete bullshit op het internet. Heb je zonder van de dataverbinding. Is dat zo? Kijk, ik ben geen fan van zijn filmpjes, maar... Is dat echt zo? Heb je zijn filmpjes zo goed, heb je ze allemaal bekeken? Hij schijnt er nu al meer dan 1000 te hebben. Nee, ik heb ze niet allemaal bekeken. Nee, oké, okay, eerlijk, oprecht. Ik stel heb ze nou niet dat hij zegt, dit is een broodje. En dit is een pot pindakaas. En je kan dus ook zonder mes, zou je dus een broodje kunnen smeren. Kijk, dan doe je je vinger zo in die pot. Ja. Een beetje pindakaas en smeert er zo. Ja, oké, maar dat zou nuttig zijn. Dan leer je nog wat. Precies. Maar dat doet hij niet. Hij pakt gewoon een mes. Weet je niet. Jawel. Hoeveel filmpjes heb je niet gezien van hem? 94. Heb je niet... Dus je hebt wel 900 wel gezien. Misschien net in die 94 doet hij iets heel educatiefs. Ja, nee, wacht. Ik heb er 994 niet gezien. Dan heb je er 6 gezien. Nee, ik heb er 999 niet gezien. Maar dus kan jij nooit zeggen dat zijn filmpjes niet educatief zijn. Nee, ik heb ook zijn filmpjes niet gezien. Ik heb er 3 of 4 gezien. Ik vond, ik was niet helemaal gek van zijn stijl. Nogmaals, maar, daar gaat het mij niet om. Was het educatief? Nou, ik heb wel... Was het nuttig? Voor mij was het heel nuttig. Want ik heb toen geleerd dat je wel kan zingen onder de douche. Als het niet klinkt. Dat het gewoon mag. Maar heeft hij geen digitale rendering van zijn voice gedaan na afloop van editing? Nee, ik denk dat het... Nee. Is gewoon officieel. Volgens mij... Hij ging rappen, dacht ik, onder de douche. Klonk goed. Hij klonk dope. Ja, echt? Oké. Okay. Dus Erno... Enzo. Stop Enzo. Nee, niet stop. Nee, ga door. Stop met vloggen. Ga rappen. Weet je? Als je dan Je bent een beetje negatief. Nee, nogmaals. Ik ben niet een beetje negatief. Ik ben behoorlijk negatief. Nee, maar luister, dat is niet leuk. Ik wil geen negatieve shit in mijn Nee, maar niet op Erno. Maar Erno. En ja, maar Kenzo Ol. Kenzo. En Kozol. Ga door met wat je doet, weet je. Verdien geld mee, word happy. Blijf films maken. Ja, fucking vet. Heb gewoon het ding afbetaald voor hier door. Alsjeblieft. Nou, dat gaat gewoon digitaal, hè. Hij heeft het wel in één keer afgerekend. Oké. Ik wilde gisteren een patatje met afrekenen. Dat ging al niet. Dan moest ik gelijk een lening afsluiten. Ja. Echt? Ja, ik krijg je niet rond. Ik krijg wel rente van je. Oh, was jij dat? Ja, ging ook digitaal, dus... Nogmaals, Enzo, luister niet naar deze crackhead. Jij, want hij, wat weet hij nou? Moet je kijken, hij zit in deze vlog. Dit is ook gelijk de laatste waar hij in zit, kan ik je nu al vertellen. Maar, blijf vooral vloggen, filmpjes maken. Nee, blijf er nog in zitten. Je zit er nog gewoon in, hoor. Jij dacht dat jij nee, het beeld was. Nee. Ja, mooi. Jij dacht, ook ga zo zitten. Kijk, ben ik uit beeld. Kijk, je zit er nog. Ja. Zie je? En we kunnen dat mooi zien. We hebben zo'n klapschermpje. En heb jij ook die kennis? Nogmaals, ik probeer al 15 keer te zeggen. En zo blijf lekker vloggen. De mensen die het kijken, die hebben het naar hun zin met die filmpjes. Die vinden het leuk om te zien. Nee. Jij kijkt ook wel eens iets bullshitsachtig wat niet educatief is. Zoals mijn filmpjes net. Die zijn wel educatief. Dankjewel, dat wou ik horen. Het gaat over de karma. Ik heb geleerd dat de Ferrari F430 niet de nieuwste Ferrari is. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat een karma best wel goed op het circuit rijdt. Alleen gewoon crappy accu heeft om het langer dan 3 rondes vol te houden. Ja. Dus educatief is het zeker. Oh, je bent de eerste die zegt. En weet je wat het ook is? Nou? Er zit een bepaald onderwerp gewoon in wat gewoon nuttig is. Weet je, het gaat gewoon over auto's. Het heeft inhoud. Je doet iets wat bijzonder is. Een broodje smeren met pindakaas. Erno is niet bijzonder. Erno. Heb je gezien hoe hij het smeert? Met zijn vinger? Ja, daar zal hij vast ook een vlog over. Nee, maar hoe hij smeert echt tot aan de, op de randjes. Is perfectie gewoon. Ja, wel heel... Smeert met perfectie. Ja, en snel ook. Hij smeert een broodje, ik denk 1 broodje per 30 seconden. Niet. En serieus, ik doe er zeker meer dan een minuut over. Helemaal bedekt. Helemaal bedekt. Als ik hem smeer is hij lelijker.
allereerst minder goed bedekt. Ja, aan de linkerkant ligt vaak meer bindenkast dan aan de rechterkant of andersom. Is vaak oneffen. En bij Enzo zag het er allemaal heel glad uit. Ik denk dat hij geoefend heeft voor het filmpje. Is er dan niet hier een quest? Krijgen wij niet hier een uitdaging? Dat wij een mooier broodje smeren? Dan Enzo. En sneller dan Enzo? Is dat een challenge? Als ik ga oefenen, win ik zeker. Ja? Ja. Gaan we dit aan? Tuurlijk gaan we dit aan. Oké. Enzo? Broodje smeren. You're on.